Je kan hier zo'n strap maken met een leuke kattertje, kattenstrap. Die is 5 euro. Dat is echt een heel leuk jurkje. En er zit ook nog een extra laagje onder, zodat hij niet doorschijnt. Dus die is wel echt leuk voor als ik wat bruiner ben in de zomer. Het lijkt helemaal pol hier, maar dat komt, ik heb mijn kleren er nog onder. Deze leuke rokjes van Benetton, die is ook heel mooi. Ik heb mijn riem er nog onder, daarom lijkt het hier zo raar, maar die is ook echt heel mooi. Dat is ook lekker dun stofje. Dit zomerjurkje is ook heel leuk, alleen ik heb er nu een riem onder van mijn broek. Maar die is ook echt heel mooi. Die ga ik denk ik ook doen. Zelf met kant. Dat is echt heel mooi. Deze topper is echt super mooi. Een beetje donkerblauw met witte stipjes. Hij valt ook mooi, ik kan ook los doen. Volgens mij was die 9,95, dus die gaat sowieso wel mee. Hi, wat super leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe kringloop shopvlog van Het Goed. Ik ben vandaag weer naar de kringloop gegaan omdat ik gewoon echt zin had om even rond te struinen. Eén keer in de zoveel tijd ga ik gewoon eens naar Het Goed. En dan ga ik gewoon lekker snuffelen daar en een beetje rondkijken. En ik heb ook nooit zoiets van ik moet per se dit of dat hebben. Vaak heb ik wel in mijn achterhoofd van nou, ik kijk toch sowieso altijd even bij de kleding en bij de schoenen en bij de accessoires. En als het straks een mooie weer is, is het wel leuk om nog wat nieuwe zomerschoentjes te hebben of zo. Toevallig had ik hele mooie gevonden. En ik ga op internet even opzoeken wat het merk gekost heeft. Namelijk deze prachtige chique schoentjes met een beetje glinsterende steentjes, een goudachtige hak. Ik hou ervan. Ik had ze toen afgelopen zomer in het zilver. En toen wou ik ze ook in zo'n kleur en die hadden ze toen niet. Er staat een merkje in, Marques. Nou, Marques is volgens mij best wel een dure schoenenmerk, maar ik weet het niet 100% zeker. Maar hier staat ook op gold aan de zijkant. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het op internet even naspieken. En dan ga ik het even checken wat het waard is. Maar ik ben echt heel erg blij mee. En die waren trouwens, even kijken, het prijsje zit er nog aan. 5,95 maar voor zulke ontzettend mooie schoenen. Het lijkt wel echt goud. Maar dat kan natuurlijk niet, maar ze zijn echt heel mooi. Dan had ik nog wat leuke kleding gekocht. En ik laat zeg maar hierna zien. De kleding die ik daar gepast heb, hoe het ongeveer zit. Ik had er toen wel een riem onder, dus dat is wel minder. Maar dan kan je het een beetje zien als ik het aan heb, hoe het lijkt. Ik had een super cute jurkje voor de zomer. Met hele leuke cactus erop. Blauw. En het is van het merk It Hippie. It Hippie. En je kan zeg maar hier het nog aantrekken. Zo. En het is echt heel erg leuk. Zo. Dat is echt heel erg leuk om in de zomer te doen, vind ik. En er zit dus een kaartje aan van 4,95. Dus ik ben heel blij mee. Voor als ik wat bruiner ben, vind ik die echt leuk. Voor als het warm weer is. En ik had een heel erg mooi crème wit jurkje. Voor 4,95. En dat is heel mooi van kant. En ik wil hem ook graag wit houden. Nou weet ik natuurlijk niet of dat gaat lukken. Maar het is de poging waard. Ik ben benieuwd wat voor merk het is, want ik zie in de nek geen merkje staan. Dus ik ga even zoeken of ik het ook hier ergens zie. Ik zie geen merkje, maar goed, het maakt niet uit. Het is gewoon een superleuk jurkje voor de zomer. En voor 4,95. Dit vind ik ook zo cute, dat je hier achter met een knoopje zo vast kan maken. Voor 4,95. Dan had ik nog een heel leuk rokje gezien. En dat rokje die was 6,95 en die was van een echt merk, namelijk Unedited Colors of Benetton. Benetton is normaal best wel wat duurder. En dit rokje heeft een leuke split en het is een lekker zacht stofje. En hij is een lang model, net over de knie. En die verkocht ze ook maar voor 6,95. Ik denk dat de kringloop niet echt duur had, want als ze doorhebben dat het een duur merkje is, dan verkopen ze het vaak wel wat duurder. Maar hij is echt cute. Daar ben ik ook heel blij mee. Dan zag ik toen ik nog even verder rond ging kijken nog een heel leuk jasje. Die kan ik wel eventjes laten zien hoe die staat. Die was 9,95 van het merk, even kijken hoor, Expresso. Expresso is namelijk ook wel een merk die volgens mij wel wat duurder is.
zitten handige knoopjes. Kijk. Het is een heel chic jasje. En hij ruikt ook lekker, want hij is gewassen. Ik vind het wel fijn dat mensen die kringloopkleding altijd even lekker in de wasmachine. Kijk. Mooi stofje. Nou, ik laat hem wel even aan. Ik vind hem heel schattig, het colbertje. En toen ik bijna wegging, zag ik in één keer nog een vest. En met echt mijn lievelingsdingetjes eraan. Allemaal soort pailletjes en glinsters. En het is een vest zonder rits, maar dat is zo lekker om even erover aan te doen. Ik vond het kleurtje leuk. En die was van Didi geweest. En Didi is ook altijd heel duur, ja. Maar op sommige plekjes gingen de paletjes er een beetje af. Toen heb ik gewoon gezegd tegen die vrouw, want hij was dan 7,95 of 8 euro. Mag ik er ook wat korting van af? Want al die pailletjes gaan een beetje los. Nou, toen kreeg ik nog 2 euro korting. Ik had hem voor 5 euro nu. Een echt Didi vest. Kijk hoe cute. Allemaal van die leuke dingetjes. Heel erg leuk. En dan had ik nog een paar kleine dingetjes. Ik had namelijk nog voor buiten een mooi hart voor 95 cent. Die vond ik echt heel cute om buiten neer te leggen. Van een soort keramiek. Een hart. En ik had nog een opbergbakje voor nog wat oogpotloodjes of voor lipstiftjes. Een hartje voor 50 cent. En ik zag nog voor 95 cent een hele chille zonnebril. En hij is heel, een hikje. Hij is heel vrolijk. Dus ik dacht, hey, voor 95 cent, waarom ook niet? Hij staat wel leuk, maar het gaat mij er gewoon om dat hij tegen de zon gewoon dat hij goed werkt. En staat ook wel op UV 400. Dus het is natuurlijk ook wel fijn als een zonnebril ook wel echt zijn werk doet. Even kijken hoor. Oh ja, wat ik ook nog had. Ja, ja. Was een ring. Die was 75 cent. En dat is ook volgens mij wel echt zilver. Of ik weet niet hoe dat andere materiaal heet. Ja, staal kan het zijn. Maar volgens mij is het wel echt zilver. Hij lijkt een beetje op Buddha to Buddha, maar dat is niet zo. Maar ik vond hem wel gaaf. Stoer een beetje. En ik had nog een ketting gezien. En waar ik het gevoel van had dat die veel duurder was dan dat... Oh, mijn haar is een beetje eruit. En had ik het gevoel bij dat die, zeg maar, toen ik hem bekeek van... Hé, dat is een ketting. Die is volgens mij veel meer waard dan erop staat. Want ik zag dus een merkje erop staan. En er stond op Charmologie. Maar het ziet er niet heel nep uit. Het lijkt ook of een beetje gouden letters weer in zitten. En dan met zo'n ketting. En ik ga die even nazoeken wat die ook gekost heeft. Want ik ben heel benieuwd. En die staat ook heel leuk bij zo'n jasje. En er zit dus ook een blauw hartje in. Van een speciaal soort edelsteen lijkt het wel. En het hartje lijkt ook echt zilver. Volgens mij is deze best wel duur geweest. Dat ze het niet goed gezien hebben. Want ze prijzen dan heel vaak sieraden. Allemaal kettingen 2 euro. En... armbandjes 1 euro of zo en ringen 50, 75 cent. En ze hadden helemaal niet gezien, volgens mij, dat deze veel meer waard is. Dus lucky me. Ja, alles samen was volgens mij... Moet ik het even... Ik kan het wel even snel uitrekenen, want ik heb de bon in mijn tas. Deze was 7, 7, 8, 10, 15, 16... 16, 22, 27, iets van 32, ongeveer 32 euro denk ik dat het ongeveer samen allemaal was. Dus dat is niet duur. Maar ja, ik heb het bonnetje ook nog wel mee. Ik kijk altijd even of alles op klopt. Maar vond je deze Het Goed shopvlog nou leuk? Doe even dit duimpje even omhoog. Leuk als je een reactie achterlaat wat jij het leukst vond. Want ik vind dit colbertje echt heel lekker zitten. Het is een lekker zacht stofje. Die vind ik wel een van mijn lievelings. En de schoentjes natuurlijk. Zijn geweldig. En het vestje ook met die leuke pailletjes. Nou, als je nou nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal. Je denkt, hé, wat een leuke video's. Abonneer even. Leuk als je een reactie achterlaat en dat duimpje dus omhoog doet. En check ook allemaal andere video's. Ik heb nog veel meer kringloop shopvlogs. Ik heb Lidl shopvlogs. Big Bazaar. Zeeman. Vibra. Action.
ook nog eens een keer van een andere winkel. Ik heb natuurvlogs, ik heb kookvlogs, ik ben van alle markten thuis, dus dat is het leuke. Hey, nog een hele fijne zonnige dag. De zon is er alweer doorgekomen, dus geniet er lekker van. Groetjes HS4L. Doei!